Ik ben Harriet Krijg, celliste, opgegroeid, geboren in Nederland. Actueel woon ik in Wenen. En ik ben voor tweede keer volgens mij bij het Delft Festival. Heel veel zin in, ik kijk er enorm naar uit. Prachtige stukken die we samen spelen, geweldige muzici, geweldige locatie. Dus het wordt vast een prachtige week. Dit instrument is in bruikleen van de Prokop Stichting uit Wenen. Het is een kleine stichting die een aantal hele bijzondere instrumenten hebben. Dit instrument bespeel ik sinds 4 jaar. Het is een heel bijzondere cello uit 1734, gebouwd door Montagnana. Echt een van de topbouwers überhaupt en zeker voor de celli. Het was lang, heel lang in de handen van een geweldige cellist Truls Mork. 30 jaar lang heeft hij deze cello gespeeld. En het is een enorme eer en ook groot plezier dat het nu in mijn handen is. Ik ben er ontzettend blij mee. En het bijzondere is dat eigenlijk het is de enigste cello wereldwijd waar ook de krul gemaakt is door Stradivarius. Dus het is de mix tussen Montagnana en Stradivarius. Ik vergelijk het altijd een beetje met een mix tussen een Ferrari en een Lamborghini of een Porsche of wat dan ook. Maar het is echt een geweldig instrument. Samenwerking met andere muzikanten is altijd iets heel bijzonders. Het is iets heel sensibels. Het is een taal zonder woorden. Het gaat op gevoel, het gaat op geven, op nemen. En dat is natuurlijk iedere keer heel anders. Hier in Delft dit jaar ken ik heel goed. Nino ken ik heel goed. Candida Thompson ken ik heel goed. Maar er zijn ook een aantal muzici die ik helemaal niet ken. Dus dat is altijd een heel mooi iets wat op het moment in de seconde ontstaat. Belangrijk is het publiek voor jou tijdens een optreden? Het publiek tijdens een optreden en de mensen die in de zaal zitten is ontzettend belangrijk. Ik denk dat we daar nog bewuster van zijn geworden toen het een aantal jaren helemaal stil was in de zaal. Dan merk je de leegte en eigenlijk de energie die je mist, die juist van de kant van de zaal komt. En, het is heel interessant om te merken wat voor groot deel het publiek toevoegt aan de hele avond, aan het hele concert. Dat is het mooie aan de live performances, dat ook zoveel in de milliseconden ontstaat. Aan ruimte in de muziek, aan stilte, maar ook aan motivatie en alles eigenlijk. Dus ik vind het een ontzettend belangrijk en prachtig gedeelte dat het eigenlijk met elkaar ontstaat. Ja, deze vrijdag hebben we een heel mooi programma. Het is de openingsavond, Haydn en voor de pauze, na de pauze Brahms. Het zijn twee stukken die ik al heel veel heb gespeeld in mijn leven, maar in veel veranderingen in de bezetting, veel verschillende muzici en toch is het iedere keer heel anders. Dat is ook heel inspirerend. Je kan je nog zo goed voorbereiden, jouw eigen gedeelte van zo'n werk, maar eigenlijk dan pas ontstaat het mooie en dat is als iedereen samenkomt en je met elkaar via de muziek communiceert. Je speelt zelf in 6 concerten op het Delft Chamber Music Festival. Welk van die concerten zou je aanbevelen? Bevelen aan mensen die nog niet zo bekend zijn met de klassieke muziek? Het openingsconcert is een heel toegankelijk programma. Vol met veel verschillende periodes, vol met verschillende karakters. Ik denk heel aangenaam om te luisteren en heel... het laat veel zien van alle muzikale talen. Ook wat een van mijn favoriete stukken is in het algemeen, maar wat wij zondagochtend spelen, dat is het Dumky Trio van Dvorak. Absoluut heel erg geweldig stuk, waar alle emoties in zitten.
Dus er zijn zoveel prachtige programma's, maar dat zijn de stukken waar ik zelf aan meewerk en die ik met volle overtuiging en gave ga spelen. Wat vind je van het Delft Chamber Music Festival als je het vergelijkt met andere festivals waar je speelt? Delft Chamber Music Festival is het bijzondere is denk ik dat er niet alleen hoogste kwaliteit is aan muzici, maar ook prachtige opbouw van programma's. Wat Nino ieder jaar in elkaar zet hier is heel erg fantastisch. Ik zelf heb ook een festival en ik weet hoe moeilijk dat is en wat voor grote puzzel dat kan zijn. Dus al mijn respect hoe het programma is opgebouwd. En ook in de verbinding met de locaties. Deze ruimte is natuurlijk een soort hart van het festival, maar ook de andere locaties die erbij zijn betrokken. De hele stad Delft. Het is denk ik een combinatie van alles wat het zo bijzonder maakt.